Waarom is een nazi rond zo erg vol hate speech? Tot die enemy betrayals. Lol. Ik heb het niet meer. Ik heb bijna gemist, Dennis, door de... Ik heb zoveel meme, ik stop zoveel meme in deze shit! En daar gaat de helper. Bye, fishy. Die fucking klootzak is de ergste volgens mij ook, toch? We volgen de hele tijd en dan gaat het in één keer dood. Tenminste heb je Spark. Ze heeft een schild altijd rondom je heen. Niet echt, het is niet zo goed als de andere Sparks. Dat niet, zo te zien. Blijkbaar. Nou moet ik nu, want ik heb het niet gespeeld. In welk spel is het niet zo goed? Burner is best wel handig in deze spel. En je hebt het nodig om deze om hem te... Oh, oh, kijk, de hamster is terug. Ik haat die hamster. Oh, Hamtaro, Jesse. Hij wil alleen maar je vriend zijn. Deze motherfucker zorgt ervoor dat ik al dood ga. Kijk naar die fucker. Fuck je hem. Oh, je offscreen te. Pro strats. Ja man, pro strats fucker. Kijk naar mijn vuurballen, Ennis. Het ergste is dat als ik van die ding afval, dat ik dan dood ga. Damage, je krijgt weer 4. Oh, nu heb je ijs. Oh, heb je ijs. Ja, ijs is nog... ijs is waardeloos als je Hamtaro gebruikt. Heel erg close range. En je wordt makkelijk geraakt. Maar je wordt wel snel, man, Jesse. Dat is geweldig. Nou en, mijn normale vorm kan veel betere aanval. Nou, misschien moet je hem weghalen, Jesse. Je hebt gelijk, ik moet hem weghalen. Het is getrokken weg. Ik vind een stunborn idioot. Stubborn, oké, niet stubborn, Ennis. Stubborn. Dit is waarom we communisme nodig hebben. Wil je een challenge mode? Speel het hele spel doorheen als Hamtaro. Oh, deze ability ziet er niet zo slecht uit. Wat is het probleem met deze ability? Deze ability is niet zo erg. Deze ability is wel grappig. Dat je behalve het feit dat het moeilijk is om te controleren. Van wat ik me kan herinneren. Oké, nee, oké. Okay. Kijk iedereen, ik zit op een fucking rots. Zo, dus het scannen toch? Niet alleen Kirby kan de copy abilities gebruiken. Ja, kijk, de copy ability transformeert van hem naar de beest toe. I guess. Of is het lijkt zoiets like wanneer Kirby dan op een zit en zijn hand ineens toe, kan je gewoon zien dat zijn hand net als Dio in zijn hoofd kruipt. Oh shit, nou ik kan niet vliegen. Oeps, ik ben stuck. Oeps, ik ben stuck. Fuck deze, fuck. Ja, er komt er deze klootzak. Zo. Waar komt die eigenlijk? Lord of the Rings? Ik heb gewoon op YouTube zo uit de kind getypt en vond wat. Ik ben van Lord of the Rings gekomen om eerlijk te zijn. Nee, dat is dat of... Ik moet de film een keer opnieuw zien, dat was een tijdje gehad. Dat was heel lang geleden. Het was of dat of... Like, wat is de film ook weer? De naam? Ik weet niet. Narnia. Nee, het is Lord of the Rings. Dat moet wel. Ja. Dat was heel erg lang. Ik wel, deze... Je moet zijn... Hij gooit zijn schoen, maar zijn schoen komt gelijk weer terug. Hoe doet hij dat? Trucjes, Jesse. Hey, stel! Yes! Alles is beter nu. Het is alsof je het allemaal hebt gekeken, goed. We hebben een spin of death. By the way, met Lord of the Rings, weet je, die film was lang. Maar weet je wat langer was dan die film? De fucking reclames die je krijgt wanneer of je op tv gaat kijken. Oh god. In ieder geval met spin of death kunnen we gewoon ook die spikes gewoon negeren. Nee, wat ik beleefde daar was fucking een 3 uur film, maar veranderde naar een 6 uur film. Oh god. En ik zat daar maar. Verveeld van de reclames. Afvraag wanneer het voorbij was. Dat is ook een commentary sessie. Maar ik kwam nooit ten eind. Dat is de ergste terror ooit.
Waarom zullen we dat niet opnieuw beleven, Jesse? Samen met jou. Nee, fuck dat. Ga gewoon een normale film kijken. Zonder reclames. Maar de reclames zijn de spice of life. Nee. Maar het is spice of domme, domes. Ik heb al een vuur nodig om die ijsdingen te breken. En het... Shut up. We hebben een vuur ability nodig om die ijsblokken te breken, dus ja. Dat ziet er wel cool uit eigenlijk. Het ziet er cool uit, maar het ziet er handig als een spin of death. Dat niet. En als je het ijs zou breken en terug zou gaan voor de spin of death, zou die ijs weer terugkomen. Ja, maar we hebben niet alles gebroken. Laten we naar beneden gaan en kijken wat er zit. Het is like armor Kirby. Oh nee! Hello darkness, my old friend. Top 10 enemy. Saddest enemy. I've come to talk with you again. Ik hoop van de memes. Wel, Jesse, je kreeg een leven voor zijn opoffering. Fucking waardeloos. Fuck my life. Fuck al die aflevers die je hebt. Fuck al die aflevers die ik heb. Ik kom een fucking spin of death terug. Nog een leven. Oh ja. Oh, ik masturbeer nu. Masturbeer. Is Kirby nu een kat of een Kirby? Kirby is wat fuck Kirby ook wilt zijn. Oh, er staat een K bij zijn naam. En een kat heeft ook een K, dus hij is een kat nu. Nu ja, dat is logisch. That makes sense. Het is alleen maar dat ik zo wil. That also makes sense. Running around at the speed of spark. That face is to go back. Gotta follow, kijk rot bro. Ah, wel, gelukkig krijgen we een nieuwe helper hier. Waar heeft hij zo'n grote kont? Omdat hij een Latino is. Ik heb geen vragen. Ik wil het niet. Dit is te veel anders voor mij. Te veel bullshit. Kijk hoe beter mijn adem is, vergeleken met die fucking hamster. Oh cool, de vis is terug. Ja. En grappig genoeg, zijn ijsversie is eigenlijk handig. Like, ik bevries dingen dat dichterbij, dat verder weg van mij is. Nog wat? Kijk, je ziet toch de aanval zelf? Ja. Ze hoeven het niet eens te raken om bevroren te worden. Ja, je kan het gebruiken terwijl je aan het zwemmen bent zo. Je hoeft niet stil te staan. Top. Dus het is automatisch gewoon beter. Oké, hoe werkt dit? Kijk, zie je, als je... De ijs gaat eigenlijk om je heen. En daardoor kun je verder bewegen om cool, door de ijs verslagen. Om je heen gaat. Yep. Laten we nu wraak nemen voor de uil. Yep. Laten we niet doodgaan dit keer. Oh my god. Dat was nice. Nip. Helaas verschilt hij niet zo in Diamond is Unbreakable. Waarom is hij eigenlijk in Diamond is Unbreakable? Hij doet niks daar. Omdat hij de vader is van Josuke. Oh, dat is leuk, maar waarom is hij? Waarom doet hij niks? Omdat hij fucking 80 jaar oud. Ja, maar zelfs dan, like, zelfs 80 jaar oude karakters in anime zijn meestal belangrijk voor de plot. Waarom is hij niet belangrijk voor de plot? Omdat dit alles fucking anime is, Jesse. Dat en hij, kijk, het enige ding waarvoor, kijk. Dus wat je me wilt vertellen is dat JoJo niet de beste anime ooit is, dat is gewoon een leuke. Yes! Damn it! Well, ik was wel een fan van JoJo, maar niet zo'n achterlijk grote fan zijn, dat maakt niet zoveel uit voor mij. Like, buiten dat! Ik ben een fan van JoJo, maar ik word een beetje geïrriteerd van al die mensen die het de beste anime ooit noemen en dan gewoon... Like, oh, je durft het niet met me eens te zijn, oh! Het is echt dezelfde mensen die vinden dat fucking, wat is die anime namelijk weer? Hentai Xander de beste anime ooit is. Ja, het is goed, ik heb op een gegeven moment favoriet is, maar... Hè? Buiten dat, like, oké, hier was de nut van
Joseph in die anime was. Like, hij moest zoeken wie wat die identiteit was van die ene ding. Van hot chili. Hot, wat is hot chili pepper? Hij moest die identiteit vinden van die stand gebruiken, dus daarvoor was hij daar. En nu heeft ze gewoon een character build-up met vader en zoon. Ik zweer het, ik haat deze fucking side-scrolling stukjes in dit spel. Scherm gaat veel te fucking, of te snel of te fucking slow. Nu zijn er ook nooit meer eens jullie gamers, je entitled piece of shit. Wel, ik heb je geld betaald, dus fuck jou. En nog steeds fucking niet tenzel, blijft het. Het is fucking hun eigen zaak, ze mogen doen wat ze maar willen. Ja, en ik ook. Dus ik ga ze geen geld te geven. Fuck you, pirate life for the win, bro. Dat is mijn reactie op Nintendo. Is like, ja, hun mogen doen wat ze maar willen. Hun zijn een private company. Ik ben een private mens. Dus ik mag privé bepalen of ik hun spellen koop of niet. En dan ga ik privé bepalen om ROMs te downloaden. Oeps, moest je maar niet zo dom doen. Like, ik kan begrijpen wanneer iemand like, een spel, like, een fangame maakt en verkoopt, maar dat doen ze niet. Dus verbanden het steeds. Ondertussen in Sega huren ze mensen in die fangames maken. Hey, for fuck's sake, die fangame moesten ze gaan monetize, like, geld van maken. Dat is perfect. Man, net wat ik heb gehoord was heel erg goed ook nog. Dus... Het was like, achterlijk moeilijk, maar ja, dat is goed. Zijn dat die maker zo dat ze die spel verbannen is, lijkt het domste ding ooit. Is het Miyamoto die gewoon jaloers is dat iemand een beter spel kan maken dan hem? En we weten dat Nintendo gewoon nog steeds in de, like, in de jaren 2000 zitten. Ja. Yeah. Even hebben we deze baas. Deze flikkerlicht. Dat is schattig met zijn staartje. Hij kan fucking vliegen met zijn staart, Dennis. Hij is Tails. Hij is gewoon Tails. Je moet die spikes daar zuigen en dan een draak. Kijk, hij kan vliegen toch met die staart. Like, hij is gewoon de obese versie van Tails. Dit is Tails een opa. Hm. Ik zei obese. Ja, ik zeg dat het zijn opa is. I see. Ja, ik weet niet wat ik doe, dus nee, ik ben bevroren, hè, dus... Alsjeblieft, sterft nu. Ik kon het gewoon eruit bewerken als je hierbij nu sterft. Ja, dat kon ik doen. Maar ik kon je ook laten zien hoe ik dood ging. Naar deze baas en hoe erg ik faalde. Ik ben wel zo van binnen dat ze sterft en jij gaat gewoon padden. The motherfucker. Ja, ik ga padden. Wat ga je eraan doen, hè? Ik ben met me. Je moet gestopt Dank je. Worden. Dank je. We moeten los. We zullen weer stoppen. We zullen alleen nooit stoppen, Ennis. Dan weet je het zeker. Laat Lolly zien met een mes bij de nek. Sorry, maar die Lolly is nep. Het is een trap. Ik ken jouw trucjes. Shit, hoe wist je dat? Jij haat traps, dus jij bent niet weg om ze te vermoorden. Nou, ik zou ook niet erg vinden om een Lolly te vermoorden. Is dat waar, though? Ik herinner me de konkerzijnen nog. Nou, is de gast. Als die nooit meer niks kan boeien, dan doe ik het wel. Hoor maar dan boeien me. Ze waren een karakter build op. Dan opnieuw, iedereen van Hyper Dimension Neptune is geweldig. Ja. Holy shit, Jess. Dit is de meest closest match ooit. Wie gaat er nu winnen? Oké. Het is de laatste gevecht. Kirby en de fucking draakding. Oh, dat raakt hij gebruikt door aardestomp en Kirby heeft de spike gezet. Oh, Kirby wint! Kirby heeft het gevecht gewonnen! Oh. Wat een mooie goal, dames en heren! Man, hij scoorde echt, die chickies, man, jongen! Commentator, ik begin te denken dat je niet weet waar je over praat. Man, hij heeft nu iets gekregen, jongen! Dat kan niet goed gaan in het volgende verhaal.